In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. YouTube. What up? Oké, ik zit dus een heel verhaal af te steken over de herkomst van deze bieren, de reden dat ze naast elkaar staan, etcetera, etcetera, etcetera. Wat denk je? Heb ik niet op het recordknopje gedrukt? Long story short, de Westvleteren 12 kon natuurlijk niet ontbreken in deze trappistenmaanden. Nou kan ik die gaan vergelijken met een Abt 12, maar dat is eigenlijk geen trappist. En lijken die recepten nog wel op elkaar, ook al zijn ze in basis hetzelfde. Ik dacht, gaan we niet doen. De Rochefortine is een van mijn... De Rochefortine is een van mijn favoriete quadruples, zeker op trappistengebied. En ik denk ook wel een van mijn voorkeurstrappisten in het algemeen. Dus waarom die twee niet met elkaar vergelijken? Nou zijn het niet de alle superstandaard bieren. Dit bier is houdbaar tot april 2020. Dit bier is houdbaar tot juni 2022. Zou je nog steeds denken, huh, wat is daar dan de overeenkomst tussen? Dit bier is 5 jaar houdbaar. Dit bier is 3 jaar houdbaar. Dus beide bieren zijn gebotteld in 2017. En hebben dus nu een leeftijd bereikt van 3 jaar. Het inschenken hebben jullie even moeten missen. Wat opviel was dat deze schuimkraag wat mokka-kleuriger is dan deze. Deze lijkt wat levenslustiger te zijn. Ook de koolzuur nu zie je nu nog wat rijkelijker bubbelen dan dat je dat bij de Rochefort ziet. We gaan beginnen met de Rochefort. Met een alcoholpercentage van 11,3%. En de neus wil ik al direct zeggen dat hij een beetje dat oude karakter over zich heeft wat ik tijdens de boekbiermaand ook een paar keer tegengekomen ben. Dat kan leiden op een lichte vorm van oxidatie of een overdreven vorm van oxidatie. Dan de Westvleteren 12, waarvan ik het alcoholpercentage wel weet, 10,2%. Oeh, direct een veel zoeter, karamelachtigere basis. Ook minder dat vermoeden van oxidatie. Qua neus moet ik wel zeggen dat de Westvleteren aantrekkelijker aandoet. Terwijl deze wel meer naar een quadruple neigt. Dus deze heeft misschien wat de neiging om te zoet te zijn. We gaan ook gewoon proeven en kijken wat de smaken ten opzichte van elkaar doen. De Rochefortine. Proost. Ja, geoxideerd of niet. Ik vind het geen natte krant. Ik vind het gewoon nog een aantrekkelijk bier. Mooi zoet. Ik vind dat de rode tonen wat lijken te gaan liggen. En er komt iets droppigs naar boven. Wat ik niet direct aan de Rochefortine link. Maar zeker een bier waar ik gewoon echt van kan genieten. Dan deze. Westvleteren 12. 10,2%. Proost. En voor mij toch wel echt beduidend anders. Vele malen scherper. Vele malen kruidiger. Ik heb ook het idee dat de gisten hier veel meer spreken. Dat scherpe, kruidige karakter. Wat ik aan een gist toewijd. Dat zoete waar ik het over had. Daar moet je echt naar zoeken. Dat vind ik echt op de achtergrond liggen. En ook hier niet per se dat rode fruitkarakter, maar dat is natuurlijk ook meer barley wine dan quadruple. Maar soms komen die stijlen dichter bij elkaar in de buurt dan je misschien zou willen. Ik vind hem ook boezier. De aftronk is misschien doordat hij scherper is ook meer die hint van zo'n zwijmpje alcohol die binnenkomt. Ik moet zeggen dat ik dat bij de Rochefort helemaal niet had. Kijken of ik het dan steeds niet heb.
De Rochefortine is voor mij vele malen ronder, zachter, zoeter op een goede bourbonachtige manier. En hoewel deze dus 0,9 of 1,1% meer in alcohol bevat dan de West Vletere dat doet, doet hij toch minder boozy aan voor mij. Ik kan er heel kort over zijn. Daar kan ik nog uren over gaan lullen. Maar voor mij is het toch absoluut. De Rochefortine blijft de favoriet. En met alle respect ben ik echt heel benieuwd waarom dit zo lang het beste bier ter wereld geweest is. Want I said it before and I say it again. I don't get it. Ik bedoel, het is echt wel smaakvol. Mooi kruidig. Een tikje te boozy misschien. Maar dat kan ook. Als je, ja, ik snap ook dat je in een 10,2% bier dat misschien juist zoekt. Maar er zijn zoveel quadruppels die mij beter weten te behagen. Zoveel bieren die nog vele malen mooier zijn. Om nog maar te zwijgen over het hele barrel age geweld en zo. Maar dat is natuurlijk iets van de laatste jaren. Dus dat was misschien in de tijd dat deze hoogtij vierde nog niet aan de orde. Eens kijken wat er gebeurt. Als ik ze allebei een beetje wals. En er dus wat van de gisten bij inschenk. Dan moet deze wel wat scherper. En krijgt hij wat meer dat rode fruitkarakter voor mij naar boven. Dus ik maak me dan zorgen hoe scherp deze allemaal nu moet zijn. Allebei altijd recht bewaard. Rechtop in de koelkast. Ik zou bijna willen zeggen dat deze dan juist zachter wordt en minder dat scherp, die scherpe edge in zich heeft. Dus dat is bewonderenswaardig. En nog steeds, mijn voorkeur gaat uit naar de Rochefortine. Gelukkig is die ook een stuk betaalbaarder, dus voor mijn portemonnee komt het heel goed uit. En een stuk bereikbaarder, dus voor mij komt het heel goed uit. Maar als jij de West Vletere 12 prefereert om het verhaal of om zijn smaken en beperkte beschikbaarheid, zeker doen, niks mis mee. Maar mijn voorkeur is de Rochefortine. Voor deze bieren ga ik het daar dan ook bij laten. Ik zou zeggen, heito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Post.